Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van de Minecraft Survival. Vorige aflevering hebben we hier gezocht naar Stronghold, maar die konden we niet vinden. Misschien was het op dat eiland, ik weet niet. Dat maakt het voor de rest niet uit. Maar, sindsdien heb ik eigenlijk niet meer gespeeld in de wereld. Dus daar is gewoon waar we weer lekker verder gaan. Ik weet, ja, ik heb eigenlijk nog niet echt een plan voor vandaag, voor wat ik ga doen. Maar ik denk, ik record toch even een aflevering. Want, ja, ik moet toch een video hebben. En zoals jullie misschien gezien hebben. Oh, ik wil niet tegen die squid aankomen. Zoals jullie misschien gezien hebben, is er afgelopen woensdag geen video gekomen. En deze video is ook te laat. En dat heeft eigenlijk een heel eenvoudige reden. Dat is dat ik eigenlijk niet echt heel gemotiveerd meer ben om video's te maken. En ja, daardoor ben ik van plan dus nu minder video's te gaan maken. Want ik wil zeg maar de woensdag video wil ik gaan schrappen. En dan alleen nog op zondag uploaden. Omdat ik gewoon. Ik vind YouTube minder leuk worden om te doen. En interesses veranderen gewoon een beetje. En het is niet dat ik helemaal geen zin meer in heb, maar gewoon minder. Want nu is het iedere woensdag en zondag zo van. Oh, ik moet nu gaan recorden, want ik moet een video hebben. En ja, die druk wil ik gewoon een beetje van me afschuiven. Ik zet het geluid even uit. Want dat geluid is best irritant. En ja, ik wil eigenlijk niet meer die druk hebben. Want dan maak ik niet meer video's omdat ik het gewoon leuk vind. Maar omdat het moet. Om een video op tijd online te hebben. Ik zal trouwens even mijn inventory legen en dat gat gaan fixen zometeen. Dus ja, dat is in ieder geval een ding dat ik besproken wil hebben. Dus voortaan alleen nog op zondag een video. En misschien af en toe een keertje niet. En misschien een keertje op een andere dag een extra video. Dat weet ik nog niet precies hoe ik dat ga doen. Maar in ieder geval dat jullie weten dat er minder video's zijn de komende tijd. En ook waarom er minder video's zijn. Oh ja, dit is van de vorige aflevering. Die boeken. Dus die moet hier. Even kijken hoor. Waarom zitten mijn boeken niet op volgorde? Zo, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8. Waar is de ding van episode 7? Ja, het zal. Hier moeten de diamonds. Even kijken, past dit nog? Ik ben altijd bang dat dit niet meer past, zoals nu. En dan moet ik een optie gaan, iets gaan verzinnen waardoor ik dat wel kan laten passen. Ah, ik zet deze wel in. Oh, zit hier nog cobblestone. Dan ga ik dat cobblestone gewoon van die andere kist op en dan past het wel nu. Hier moet nog dit. Ah, waar zal ik sandstone stoppen? Ik doe het wel hierbij. Of nee, sandstone doe ik gewoon hierbij. Want hier heb ik nog meer sandstone. Net zoals obsidian, gravel moet hierbij. Ik ben trouwens echt zo hoe heet dat? Ik kom niet eens op het woord. Zo het lijkt op gefrustreerd volgens mij. Wauw, dat is echt erg. Verstrooid, dat wilde ik zeggen. Ik ben nogal verstrooid bezig. Ja, nu moet ik een idee gaan verzinnen voor wat ik voor de rest van de aflevering wil gaan doen. En wat is een goed idee? Ik denk dat ik iets met de villagers wil gaan doen deze aflevering. Dus dan pakken we eventjes wat hout voor een soort van huisje om te kunnen maken. Want zoals ze nu in dit hok zitten hier, dat is niet echt heel handig. Oh, nog een nieuwe iron golem. Dan killen we die ook gelijk eventjes. Ik dacht trouwens echt van, oh ja, ik kan de hele video gaan praten over hoe ik minder video's wil gaan maken, waarom en zo. En dan heb ik gewoon de hele aflevering wel een beetje gevuld. En nu zit ik denk een minuut of twee in de video en ik heb eigenlijk alles al verteld wat ik wilde zeggen. Dus ja, goede planning. Oké. Okay. Oh, die kill is best nice.
Dan deze aflevering MLG Dierenscoper noemen. Of MLG konijnen. Ik bedoel MLG dierenkiller. Als je de video niet snapt. Als je deze referentie niet snapt, ga dan even naar de video. Volgens mij aflevering 10 of zo. Dat is MLG konijnenkiller of zoiets. Dat is gewoon heel flauw. En ik wil trouwens, zou ik het ook wel fijn vinden om jullie feedback erop te horen. Wat vinden jullie ervan als er minder video's komen? Vinden jullie dat jammer? Denken jullie dat het juist beter is voor de kwaliteit van mijn video's? Of ja, laat het gewoon even horen. Vinden jullie echt heel graag meer video's? Dan, want ik kan best wel veel met die gegevens. Want ja, het is altijd wel handig om te weten. Oké. Okay. Of is er nog een ander cool idee wat ik kan doen? Wither Skelly Farm. Oh, dat kan ik eigenlijk ook al doen. Ik ga gewoon eventjes naar de Nether in de hoop dat ik een Blaze. Ik bedoel een Nether. Nee, ik bedoel een Wither Skeleton Skull kan krijgen. Maar om dat te doen moet ik eerst eventjes een beter zwoord hebben. Dus daarvoor ga ik even naar de Nether om om een soortje extra levels te krijgen. Want voor de mensen die het niet weten, ik heb hierboven een heel coole gold farm. Volgens mij in aflevering 4 of zo heb ik die gemaakt. En dat ding geeft echt super veel XP. Wat er trouwens in 1.8 super handig gaat worden met de mending enchantment. Want dan kan ik gewoon al mijn tools daar repareren, heel eenvoudig. Echt, ik zou willen dat die mending enchantment er nu al is. En ik ben nog over plan een setje met tools te maken met allemaal mending erop. En dan kan ik die overal voor gebruiken. Oh, niet van de ladder afvallen, niet zo handig meestal. Ja, eigenlijk is het nooit echt handig om van ladders af te vallen. Maar dat is een heel ander punt. Ik vind het echt zo geweldig hoe je zo naar boven komt en ineens die enorme cirkel ziet erboven. Wauw, het is best stil. Ik weet echt niks meer om over te praten. Het is echt. Oh, ik ben echt. Ja. Ik weet echt gewoon niet wat ik wil zeggen. Oh, ik heb nog best veel gold hier beneden. En meer dingen. Ik hoor trouwens ook vaak mensen zeggen van dat ik meer redstone moet doen in de Survival City. Maar. Als je wil dat ik meer redstone doe in de Survival City, laat dan ook weten wat wil je dat ik maak dan met redstone. Ik moet wel iets hebben om te maken van redstone. Oh wacht, volgens mij staat. Oh, is het wel gewoon 12 chunks? Ja, vaak staat om een van de redenen render distance op 8 chunks. Dan spawnen er veel minder mobs. Geweldig geluid. Hoe al die pigments in één keer boos worden. Even kijken hoor. Ik zet mijn geluid nog even iets zachter. Ja, en zoals je ziet, hier komt lekker veel XP naar boven. Dus als ik hier gewoon even een paar extra levels farm, dan kan ik zo meteen een paar swords gaan enchanten in de hoop dat ik looting krijg. Want looting is altijd wel handig voor pigment skillen. Ik bedoel voor. Hoe heet die kringen? Wither Skeletons. Het glijdt toch weer ietsje een beetje aan. Het glijdt een XP op pak zat, nou, zo leuk. Ik wacht even heel veel wachten en dan kom ik zo weer terug. Oh, oké, okay. Ik heb nu zo'n 60 levels en ik denk dat dat wel ruim genoeg is. Dus laten we naar beneden gaan en. Allereerst deze even killen. Voordat hij mij killt. Hier nog even wat zooi oppakken. Allemaal swords natuurlijk. Nog veel meer swords. En een heleboel XP.
Ze hebben dat volgens mij trouwens in Impact 8 gefixt. Dat je niet meer al het experience zo om je hoofd heen krijgt. Maar dat het dan automatisch naar je voeten gaat. Dus dat is best wel fijn. Hier ligt nog meer zooi natuurlijk. Dit begint ondertussen ook aardig vol te raken trouwens. Even kijken hoor. Even kijken of mijn item filter niet kapot gaat hierdoor. Oh, hier zit hij. Oké, die gaat niet kapot erdoor. Dat maakt niet uit. Oké, laten we terug gaan om te gaan enchanten. En ik had trouwens net, terwijl ik aan het AFK was, had ik eventjes een lijstje gemaakt. Een telefoon met dingetjes waar ik nog even over wilde hebben. En bovenaan het lijstje staat dat ik heb gisteren de, of gisteren, ik weet niet meer precies, ergens in de buurt van gisteren, heb ik de 350 abonnees gehad. En ja, 350 abonnees, best nice. Het zijn best veel mensen. En ja, je denkt van nou, dit heb je net 350 abonnees gehad, dus dat is toch wel een reden dat je dan toch wel gemotiveerd blijft. Maar nee, dat is het niet echt eigenlijk. Het klinkt misschien best vaag, maar ondanks dat ik wel steeds meer abonnees krijg, groeit mijn kanaal niet echt meer eigenlijk. Ik heb steeds, eigenlijk iedere maand hetzelfde aantal views, hetzelfde aantal likes, hetzelfde aantal comments ongeveer. Dus het enige aantal wat nog stijgt is het aantal abonnees. En het aantal abonnees dat erbij komt, blijft ook ongeveer gelijk steeds. Dus er zit niet echt meer groei in mijn kanaal. En dat vind ik eigenlijk zelf best wel jammer. Omdat, ja, volgens mij worden mijn video's wel steeds beter op zich als ik zo kijk naar mijn video's. Als ik kijk naar mijn allereerste video's, dat was echt gewoon heel erg slecht. Om maar eerlijk te zijn. En dat heb ik met deze video's niet meer. En dan vroeg ik me af, weet u misschien waardoor het komt dat mijn kanaal niet zo snel meer groeit? En ja. Hebben jullie nog tips of zo van nou, volgens mij als je dat zou doen, zou je kanaal een stuk sneller groeien. Want als je dat soort tips hebt, dan hoor ik het echt heel graag van jullie. Want met dat soort informatie kan ik ook echt dingen. Ik probeer de laatste tijd ook wat meer stukjes te editen en zo. En volgens mij vinden jullie dat op zich wel leuk van wat ik heb meegekregen voor jullie. Maar dus dat. En trouwens nog een dingetje. Ik had erover dat ik niet echt gemotiveerd ben. En ik ben dan niet zo dat ik ga vragen zoals sommige andere YouTubers van, oh, ik ben echt niet gemotiveerd, zeg. Geef me 5000 likes en dan ben ik wel gemotiveerd. Zo werkt het niet. Het is gewoon meer dat ik andere dingen leuk vind en zo. En ja, dat soort dingen. Het is heel moeilijk uit te leggen eigenlijk. Maar en het is ook dat ik weinig groei heb. Maar als je meer groei hebt, dan is het toch leuker om te zien van, oh ja, ik krijg steeds meer views per maand en dat soort dingen. Dus dat mis ik denk ik misschien ook wel een beetje. Even wat swords maken. En een helm en leggings. En het klinkt misschien nu best wel tegenstrijdig met wat ik net zei. Maar de manier als je wil groeien is toch met likes weer. Want voor degenen van jullie die niet weten hoe het precies werkt, het systeem van YouTube. Als je een like krijgt op een video, dan is de views en likes ratio is hoger. Dus daardoor komt je video sneller bij aangeraden video's te staan. En oeh, deze wil ik eigenlijk wel bewaren. En als jouw video sneller bij aangeraden video's komt staan, dan zullen ook meer mensen bij je kanaal terechtkomen. En als meer mensen bij je kanaal terechtkomen, dan krijg je weer meer views. En op die manier kan je wel groeien. Dus aan de ene kant, het is niet zo dat als ik zie van, oh, deze video heeft 10 likes meer dan de vorige, nu wil ik wel spelen. Maar het is wel zo dat als, hoe heet het? Als jullie mijn video's meer liken en mijn kanaal wordt daardoor bekender, zeg maar,
Dat vind ik bijvoorbeeld wel weer motiverend om meer video's te maken. Ik zeg niet van dat als jullie al mijn video's liken nu, dat ik gelijk meer video's ga maken of zo. Daar zit een beetje te ingewikkeld voor in elkaar, maar ik denk, ik zeg het gewoon. En ja, sommige mensen zullen dit zien als betalon likes. Misschien is dat ook wel, ik zou het niet weten. Ja, deze ging ik bewaren. En, nou, ik heb eigenlijk niet echt nieuwe nodig. Boog en power op zich al goed. Dus laten we dan naar de dinges gaan. Hoe heet dat? Je weet wel wat ik bedoel. Naar de Nether Fortress. Ik heb trouwens een trucje ontdekt hoe je nou ook heel makkelijk daar kan komen. Want als je gewoon zeg maar zo doet en dan een gat van 2 diep hier zo in de grond graaft, dan ga je gewoon zo staan. En dan als je weer dan je netherrack pakt en je gaat er omhoog, dan ben je er in één keer. Dat is echt best wel handig. Ik gebruik het persoonlijk best wel vaak eigenlijk, op die manier. Want op die manier kom je natuurlijk heel snel overal in je wereld. Waarom gaan die dingen zo op en neer? Ik heb trouwens wel meer blaze rods nodig, dus dat is ook een goed dingetje dat we hier nu komen. En mijn helm was trouwens ondertussen kapot gegaan, zie ik nu. We gaan dit soort gebruiken en deze. Oké, en nu maar hopen dat we Wither Skeletons tegenkomen, zoals hier zo. Dit is die, ja oké, dit is die ene met looting. Ik raak hem eerst een keer met deze, daarna met deze. Oké, ik heb zo'n hekel als van die dingen op dat randje lopen. Wauw, dat is onze eerste skull al. Dat ging best snel. Trouwens, wat ik net deed, dat ik hoop dat jullie begrijpen dat dat gewoon een trucje is met editen. En dat dat niet, dat het normaal niet echt gaat lukken als je dat probeert. Dus niet dat je dan gewoon denkt van nou, ik wil graag naar de end, dus ik graaf me hierin en dan als ik weer naar boven kom, dan ben ik daar. Zo werkt het natuurlijk niet. Was het leven maar zo eenvoudig. Okay, als je hier een paar van die dingen spawnen, kan ik ook wat extra blaze rods krijgen, want die heb ik ook nodig om naar de end te kunnen. Dat is nog steeds niet genoeg, helaas. Waarom spant dat ding echt zo super traag? Normaal ben je juist blij als het zo super traag gaat, maar nu is het gewoon super irritant. Oeh, daar is er nog één. Oké, wacht tot het ding heeft 2 spant, of meer of minder. En nou dan. Ja, daar kan ik de spullen niet oppakken. Dan gaan we even kijken voor die andere. Voor die een die hier zit. Hoe is dat nou? Oké, laat ook maar. Ik probeer het een andere keer wel. Dan gaan we nu nog even kijken voor meer. Wither Skeletons. Oh, hier staat nog zo'n spanner. Zit nog iets achter? Nee, dat is het einde van het fortress. Het is wel een best wel groot fortress dit trouwens. Voor de mensen die het niet, nog niet was opgevallen. Zo, even dit dak een beetje weghalen. Dit zorgt er ook voor dat er minder mobs spawnen. Dat er gewoon minder oppervlakte is waarop ze kunnen spawnen. Wow, dat zijn een heleboel. Oh, 2 maar. Voor mijn gevoel waren het echt veel meer gespand. Oké, zijn dit er genoeg dan? Ik heb er nu 7. Ja, 7 moeten er wel genoeg zijn om naar de end kunnen. Hoop ik. En anders dan weet ik het zelf ook niet meer.
Wow, ik wist helemaal niet dat dit gedeelte er ook nog bestond, joh. Wat is hierboven? Nog een gang met helpt niks. Valt wel tegen hoeveel Wither Skeletons er zijn. Uitkijk niet in de lava val, want ik heb verder geen potions of wat dan ook. Ik had trouwens een filmpje gezien en in 1.9 komt er een manier hoe je heel makkelijk damage potions kan farmen met witches. Dus dat is wel iets wat ik wil gaan maken dan. Oh nee, ik ben gewitherd. Oké, overleef ik dit? Ah, oh, nog 3 seconden. Dat overleef ik wel. Oh, hier zijn er nog twee. Hoop echt binnenkort dat ik eventjes een beacon kan krijgen. Want zodra ik een beacon heb, dan worden een heleboel dingen echt veel makkelijker. Ik kan echt tegen als je twee kanten dat je gewoon niet weet welke kant je eerst moet kijken. Is het eigenlijk een ander fortress of is dit gewoon van dezelfde? Het ziet er eigenlijk naar uit dat dit gewoon een ander is. Tenzij die hier ergens verbonden zit. Het ziet eruit dat dit gewoon een apart is. En ook een heel kleine. Oh nee, hij zit hier zo verbonden volgens mij. Ja, want hier heb ik mijn netherwart vandaan. En ik ben er ook al eens eerder geweest ook, overigens. Ik ben echt totaal verdwaald nu. Oh, hier is er nog één. Ik vind dat zo irritant dat je die dingen zo lastig kan zien. Kom dan. Oké, het ziet er niet echt uit dat ik meer van die dingen kan krijgen. Volgens mij zag ik hier in het eentje die spawnen. Het wordt echt tijd dat ik meer van die dingen hier heb geplaatst overal. Dan zou ik als het goed is echt een stuk meer van die dingen hebben die hier spawnen. Oh, die had ik niet gezien. Hoezo had hij zo weinig geld? Ja, volgens mij is het niet echt heel interessant naar te kijken verder. Dus dan ga ik de video hier beëindigen. Ik doe deze aflevering even geen comments, want anders moet ik wel terug naar de overworld. Daar heb ik eerlijk gezegd niet echt heel veel zin in. Dus misschien ook de volgende aflevering nog even comments erbij doen van deze episode. En anders dan hebben jullie eens een keertje pech. Spijt me. Dus bedankt jullie voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, zodat meer mensen hem kunnen zien, dat het kanaal groeit, bla bla, heb ik het al over gehad. Vergeet ook niet te subscriben, als je dat nog niet gedaan hebt, want er zijn genoeg mensen die kijken en nog niet geabonneerd zijn. Dus doe dat lekker, dan krijg je automatisch een update als ik een video upload. En vergeet ook niet de reacties achter te laten, want ik vind het altijd best leuk om reacties te lezen ook. Dan kan ik een beetje zien wat jullie vinden. En ik had trouwens nog iets op mijn lijstje gezet net van dingen waar ik het over wilde hebben. En dat is dat ik misschien binnenkort wil gaan livestreamen een paar keer. Dus zorg dat je me ook volgt op Twitch. En Twitch is mijn username, net zoals dat vroeger mijn kanaal heette, is gewoon MrTrax1000. Ik zet wel een linkje in de beschrijving. Zodat jullie ook bij mijn Twitch kunnen komen.
Want als ik dan ga streamen, dan krijg je automatisch eventjes een tintje dat ik live ben. En dan kan je gewoon live kijken en live reacties achterlaten. Dan reageer ik dan ook live op. Een heleboel live in ieder geval. Dus dan bedank ik jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Doei!